Goed nieuws, Peter Spannetje is terug. Chefkok Peter Malvliet maakt vandaag speciaal voor u een overheerlijke maaltijd. Zomerkasteel Helmond is begonnen. In en rondom de grootste waterburcht van Nederland zijn activiteiten voor jong en oud. En verder onze rubriek Oud Goud. Oude filmpjes die heerlijk wegkijken. Maar we beginnen met de oefeningen van onze sportcoaches van JPLUS in Helmond in Beweging. Goedendag mensen, ik zou zeggen, doe weer lekker mee met ons. Zet de tafels en stoeltjes aan de kanten, want wij gaan weer beginnen. Stap lekker mee. Neem je armen lekker stevig mee. Kom rustig tot de warming-up. Neem je armen mee, knieën op. Heel goed. En dan gaan we van hieruit, om en om. Tik zijwaarts. Komt ie. Tik zij. Tik. 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 Houwie me lewe. Houwie me lewe. Heel goed. Doen we nog 8 keer. 8. En 6. Nog 4. 3. Pakken we een dubbele tik. Komt ie. Dubbel. En dubbel. 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 Goed zo, Sophie. Gaat er goed vandaag. Heel goed. Nog 2 keer. En in plaats van 2 keer pikken we 4 keer. 4, 3, 2. Wissel, andere kant. 4, 3, 2. Wissel, komt ie. 4. En wissel. 4. Gaan we over weer naar die dubbele tik. Komt ie, doen we 4 keer. 4. Wissel. 3. 2. En nou weer 4 keer. Komt ie. En die 4 keer doen we 2 keer. En wissel. 4. 3. Gaan we weer naar die dubbele. Komt ie. Doen we 4 keer dubbel. Nog 3. 2. En weer 4 keer. 2 maal. 4 keer. En wissel. 4, 3. En dan gaan we 2 keer dubbel. Komt ie. Dus 2 keer dubbel. En nou 1 keer 4 maal. 4, 3. Pak weer 2 keer dubbel. Komt ie. Dus dubbel. Wissel. 4 keer. 4, 3. Komt weer. 2 keer dubbel. En weer 1 maal 4 keer. En weer dubbel. Dus dubbel. Andere kant. En 4 keer. 4, 3. Laatste keer. Komt ie. Dubbel. Dubbel. 4 keer. 4, 3. En stap op de plaats. En gaan we door naar de cardio. Goed, dames en heren. Van de warming-up gaan we door naar de cardio. Kom lekker actief mee. Stap op de plaats. Daar gaan we mee beginnen. Netjes. Oké, we gaan de handen in de zij zetten. En let goed op, we gaan ons voet gaan we voor en achter tikken. We beginnen met dit been. Komt-ie. Voor, achter. Goed zo. Tikken. En zorg dat je standbeen lichtjes gebogen is. Nog 3, 2, 1. En stap weer even op de plaats. Gaan we uiteraard ook met het andere been doen. Komt-ie aan. Voor, achter. Netjes. Heel goed. Buig je standbeen weer lichtjes. Blijf goed doorgaan. En we gaan weer stappen op de plaats. Komt-ie. We gaan zo dadelijk een V-step maken. Dus naar voren. En daarbij gaan we de handen en de armen mee omhoog nemen. Komt-ie aan. Let goed op. En naar voren. Komt-ie.
Zodat de hartslag wat omhoog gaat. Actief naar voren. Naar voren, breed, smal, terug. Heel goed. 2, 1 en stop op de plaats. Gaan we dadelijk naar achteren stappen. Dan gaan we de armen zijwaarts mee omhoog nemen. Dus we stappen de A-step naar achteren. Armen zijwaarts omhoog. Komt ie aan. Naar achter. Heel goed. Smal, breed. En breed. En smal. Netjes mensen. Ga lekker door. En we gaan weer stappen op de plaats. Ga nog één keer de 4-step naar voren maken. Armen weer mee omhoog. Lekker actief. Komt ie aan. 3, 2, 1. Hoog en laag. Hoog en laag. Hoog en laag. En als het lukt, gaan we gelijk door naar de A-step naar achter. Dus de X-step. Komt ie aan. 3, 2, 1. En achter. En naar voren. En naar achter. Het is niet erg als je niet gelijk door hebt. Probeer hem rustig op te pakken. Arm omhoog. Breed. Voor. En stap hem lekker rustig uit op de plaats. Goed bezig geweest, dames en heren. We gaan door met de armoefeningen. En stappen lekker mee, mensen. We gaan door naar de schouders. We blijven gewoon rustig doorstappen. Lekker rustig. Heel rustig. En dan brengen we de schouders of de armen omhoog. Komt-ie. En op. Knieën. Op. 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 Twee keer. En hou de armen zijwaarts vast. Hou vast. Draai kleine rondjes. Nog vier keer. 4, 3, 2. En dan brengen we de duimen boven het hoofd bij elkaar. Dus op, neer, op, neer, op, 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 op. En de laatste. Hou de armen zij en draai de andere kant uit. Op. Heel goed. En blijf rustig doorstappen. Nog 4, 3. En de armen even ontspannen. Schud ze even lekker los. En doen we het rondje nog een keer. Blijf rustig stoppen. Komt die armen zij. Op. Neer. Op. Neer. Nog 4, 3, 2. Hou de armen zijwaarts. Komt die. En draai rustig rond. Heel goed. Nog 4, 3, 2. En de duimen naar elkaar, boven het hoofd. En op, neer. Op, probeer de schouders hierbij laag te houden. Maar toch de armen omhoog. Op. 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 En hou de armen weer langzaam zijwaarts. En draai de andere kant uit. Heel goed. Nog 4, 3, 2. En arm langs je lichaam. En dan pakken we meteen weer zijwaarts. Op, neer. Op, neer. Op, neer. Op. Duimen omhoog. Heel goed. Nog 4, 3, 2, 1. En ontspan. Schud de armen even lekker los. En dan stappen we door. En dan gaan we door naar de benen. Goed, dames en heren. Van de cardio, waar we lopend uitkomen, gaan we over naar de beenspieroefeningen. We nemen een positie aan waarbij de voeten ongeveer op schouderbreedte, heupelbreedte, maar net wat u zelf fijn vindt, gaan we neerzetten. En we gaan beginnen met de squat. We gaan rustig naar achter. En als u zittend plaats of meedoet, strekken we rustig de benen. Zorg ervoor dat de knieën niet voorbij de tenen komen. En dit gaan we een aantal keer herhalen. Zorg dat de rug recht blijft. Geen hol of bolle rug in overdreven vorm. Netjes. Heel goed. Nog 4.
Nog drie. Nog twee. En nog één. En schud het even los. Gaan we dadelijk nog een keer de squat doen. Maar we gaan hem tussendoor even vasthouden. Dus we blijven even wat langer in positie. Komt ie aan. Gaan weer breed staan. Komt ie aan. Ga naar achter. Hou hem even vast. En weer op. Naar beneden. Hou hem vast. En weer op. Nog vier. Nog drie. En op. Nog twee. Heel goed. En de laatste. Goed zo. Schud de benen weer even los. We gaan zo dadelijk door naar een oefening voor de kuiten. Ook niet onbelangrijk. Zetten de voeten iets dichter bij elkaar. En we gaan naar de tenen toe. Komt ie aan. En we gaan op. Op, hou hem even vast. En neer. Nog een keer op. En neer. Nog een keer. Op. En neer. Op. En neer. En ontspannen we even. Heel goed. Doen we dadelijk nog een keer een ronde daarvan. Dus nog een keer naar de tenen voor de kuiten. Komt ie aan. 4, 3, 2, 1. En gaan we nog een keer. Op. En neer. En dan is de balans heel goed belangrijk. Zorg dat het gewicht in het midden blijft. En nog een keer op. En weer neer. En een laatste keer. En laten zakken. Hakken goed zakken. En schud hem nog een keer los. Netjes, dames en heren. Nog één allerlaatste oefening. En dan gaan we om en om de hakken omhoog wegen. Komt ie aan. En op. En op. Netjes. Mag de handen in de zij zetten voor iets meer evenwicht als dat fijn is. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Goed bezig, dames en heren. Ga zo vooral door. Stap even lekker rustig mee. Gaan we van deze situatie naar een stabiele stand staan. Voet ongeveer breed. Hup, schouderbreedte. Dan gaan we eerst rustig inademen. Neus in. En mond uit. Komt in. Adem in. En in. En uit. Adem in. En uit. Adem in. If a face could launch a en uit. Laatste keer. Adem in. No one en uit. Breng de arm zijwaarts. Breng één arm naar voren. Andere hand gaat onderlangs. Pak de elleboog vast. En trek de arm voor je langs. Hou de schouders laag. Probeer de arm gestrekt te houden. Buig de arm. Tussendoor. En wissel om. Oh, dat gaat niet goed, zie ik. Dan breng je de armen zijwaarts. Eén hand voor. Onderdoor. Pak de elleboog vast. Trek hem in. Heel goed. Voel de lichte spanning in de schouders. Al aan de achterzijde. Buig de arm. Hand op de heup. En draai weer rond. Zetten we de hak in de grond. Van één been de teen naar je toe trekken. Hou het been gestrekt. We zetten allebei de handen op het gebogen been. Let goed op je houding, mensen, dat je rug recht is, ook als je zit. Als je staat, duw je lichaam rustig naar het gestrekte been. En dan voel je de spanning aan de achterzijde van het been opgelopen. Hou vast. En weer terug. Omhoog. Zet de handen op de zij. Draai de andere kant uit. Hak in de grond. Andere kant. We maken hem even af. Handen op de knieën. Duw jezelf door naar het been. Voel die lichte spanning in de achterzijde van het been. En kom weer rustig terug naar voren. Zet de voeten bij elkaar. En ik dank jullie wel. Ik zie jullie graag morgen weer terug. Tot ziens. Welkom bij Helmond Schout. Zomerkasteel Helmond is weer begonnen.
Een feestje voor de hele familie en voor elk wat wils in het bijna 700 jaar oude kasteel. De familie Brugge uit Groningen bezoekt elk jaar wel een kasteel. En dit jaar is dat de Waterburgt in Helmond. Nou, toch ook een beetje de cultuur opsnuiven en weten wat er speelt behalve de moderne tijd. En hoe het vroeger is geweest. Nou ja, en daar hoort een kasteelbezoek eigenlijk wel bij. Het zomerkasteel blijkt een succesformule. Vorig jaar trok het evenement 7000 bezoekers in 8 weken tijd. Veel vakantiegangers, veel toeristen die ook in de parken en de omgeving het museum bezoeken, het kasteel bezoeken. Het kasteel ligt midden in de stad en dat is natuurlijk ook fijn. Mensen kunnen ook nog een keer even combineren met een dagje in de stad. Het is een compleet dagje uit. In het kasteel is ontzettend veel te beleven. De zoldertour is een spannende tour. Ja, op de zolder, helemaal. Dus je kunt helemaal rondlopen en dat is een heel spannend verhaal met licht en geluid. Daarnaast zijn er een hele hoop kasteelbewoners die hier aanwezig zijn. Elke dag zijn er andere bewoners aanwezig. Ik ben Dirkje, ik ben het kruidenvrouwtje van Helmond. En zij vertellen over wie zij zijn, wat ze hier doen. De kasteelheer heeft niet meer zoveel haar op zijn hoofd. Dus met vossenvet smeren we en dan krijgt hij prachtige krullen, want hij is best wel een beetje ijdel hoor. Daarnaast zijn er speurtochten. We hebben spelletjes op het voorplein staan. We hebben de werkplaats van Lucas Gastel. Erg leuk om meer te weten te komen over de schilder Lucas Gastel. Dus als je meer wil weten van wat is dit voor een zaal, wat zien we hier precies. Dan is er ook elke dag een gids aanwezig die daarover vertelt. De familie Brugge heeft zich met de kinderen uitstekend vermaakt en veel geleerd over het kasteelleven. Je kunt heel veel leren van wat er gebeurd is en ook dat niet alles vanzelfsprekend is. Voorbeeldje dat kinderen vroeger aan tafel moesten staan of dat ze tot 7 jaar mochten spelen en daarna niet meer. Dus dat zei ik net. Nou, de oudste zei gelijk, nou vind ik niks aan. Nee, maar vroeger was dat zo. Het is nu anders. Het zomerkasteel loopt nog tot 5 september. Komt u maar. En nu gewoon lekker doorgenieten van de vakantie? Ja, zeker. We gaan genieten van de vakantie. En dit nemen we weer mee. De familie Sanders uit Helmond maakte tussen 1930 en 1950 veel privéfilmpjes. Die stonden ze af aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. En daarom kunnen wij ze aan u laten zien. Kortom, oud goud. Thank you.
Heeft u nou ook nog oude filmpjes liggen die u wil schenken aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven? Laat dat dan weten op onderstaande link. In Peters Pannetje maakt Peter Malvliet een overheerlijke maaltijd. Witlof met ham en kaas, gekookte aardappelen en een saucijzenworstje. Welkom bij Peters Pannetje. Vandaag staat er op het menu witlof met ham en kaas uit de oven, gebakken sausijsjes, bruine jus en gekookte aardappels. We beginnen met het bakken van de sausijsjes. En intussen tijd dat het vet staat te smelten, beginnen we met het schoonmaken van de witlof. Daar halen we de witte punten uit, want die geeft een bittere smaak. De witlof zetten we op met suiker en zout. Dit zijn ongeveer 2 suikerklontjes. Zout. En brengen we rustig aan de kook. Intussen is mijn boter op temperatuur. En dan beginnen we met de sausijsjes te bakken. Terwijl de sausijsjes staan te bakken, schil ik mijn aardappels. En daar maken we mooie kleine porties van. Ze zijn veel sneller gaar en makkelijker eetbaar. Zoals je ziet worden de worstjes heerlijk bruin. Zetten we even een klein beetje lager, zodat we rustig aan door kunnen garen. De aardappels zetten we op met een lepeltje zout. En brengen we ook aan de kook. En zoals je ziet, de worsten niet inprikken. Dan blijven ze lekker sappig van binnen. Mijn witlof begint bijna te koken. Mijn pieters beginnen bijna te koken. Intussen gaan we de jus maken. En dat doe ik op de normale basis, een zakje jus gekocht bij de plaatselijke supermarkt en een grote fles Kentucky saus ook bij de supermarkt, maar dat doe ik altijd in combinatie samen. Met 300 cc water, het zakje jus, even oplossen in water en dan de Kentucky saus erbij. De worstjes zijn bijna bruin.
Nog een tandje lager. Zo. En zoals je ziet, begint de jus direct te binden. De witlof kookt inmiddels en de aardappels zijn bijna aan de kook. De witlof doe ik dadelijk in een schaaltje leggen en dan gaat er een gratinatie op. Dat wil zeggen ham, kaas en room culinair doe ik onder elkaar kloppen en schenk ik eroverheen. En dan gaat hij inmiddels 10 minuten, 15 minuten in de oven gratineren op 180 graden. Geraspte kaas, room culinair en die twee dingen ga ik samenbrengen. Als mijn witlof bijna gaar is, ga ik hem dadelijk afgieten en dan ga ik hem voor u in het schaaltje leggen, zoals u verder kunt zien, hoe ik hem daar ga gratineren. Ik heb de aardappels net afgegoten en die ga ik even laten bloemen, want anders hebben we gewoon een halve nerpel en dat is niet mooi. Dan neemt hij dadelijk ook veel lekkerder de jus op. Inmiddels ga ik verder met mijn witlof. De witlof zijn eigenlijk uit elkaar gevallen. Ik probeer er toch nog een muisje van te maken. En die leg ik netjes in het schaaltje. En die bekleed ik dadelijk met ham, roomkaas en roomculinair. Vervolgens ga ik hem in een oven zetten op 180 graden tot hij goudbruin is. Ik moet er nog met de paneermeel op doen voor een krokant laagje. En die gaat 10 minuten in de oven. Intussen heb ik het wat opgeruimd. Ik ga nu mijn witlof uit de oven halen. Ik ga nu het bord opmaken. Dit is mijn menu voor deze week. Witlof met ham en kaas uit de oven, gekookte aardappels en een lekker sausage. Smakelijk eten en tot de volgende keer. Dit was het voor vandaag. Vanaf donderdag is er weer een Helmond Schout speciaal. Met daarin onder meer een gesprek met oud-hockey-international Fieke Boekhorst, die als enige Helmondse ooit Olympisch goud behaalde.